Beste mensen, drie weken geleden nog maar, schreven Hans Spekman en ik deze politieke ledenraad uit om met u te spreken over onze keuzes voor de toekomst van Nederland. En dat was nog toen VVD, CDA en PVV volop aan het onderhandelen waren in het Catshuis. En een akkoord daar leek toen heel dichtbij. De politieke realiteit van vandaag is 180 graden anders. De wankele gedoogconstructie van Rutte 1 is in elkaar gezakt. Het Catshuisakkoord werd een Kunduzakkoord. En op 12 september gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Het kan verkeren, zei Brederode ooit. En één ding, dames en heren, is er in de tussentijd in ieder geval niet veranderd. Onze keuzes voor de toekomst van Nederland. En ook daarom is het van groot belang dat u hier vandaag bent om die straks te bespreken. Maar voordat ik op onze keuzes over de toekomst inga, wil ik eerst iets zeggen over onze keuzes van de afgelopen dagen. Na het mislukken van het Catshuisakkoord had Nederland de kans. De kans om een nieuwe start te maken. Eindelijk waren we verlost van het rechtse kabinet dat met de steun van Wilders de samenleving aan het afbreken was. En gelukkig leken de plannen die de drie rechtse partijen in het Catshuis hadden uitgebroed definitief van de baan. Dat waren plannen die opnieuw ingrepen in de salarissen van onze mensen in de frontlinie. De leraren, de politieagenten. Plannen waarmee huurders van Nederland er honderden miljoenen op achteruit zouden gaan, terwijl de huiseigenaren er in 2013 notabene geld bij zouden krijgen. Plannen die nauwelijks een extra bijdrage van hoge inkomens vroegen en de rekening bij de lage en de middeninkomens leggen. En van een rechtskabinet mag je dergelijke omgekeerde solidariteit verwachten, maar nooit, nooit van linkse partijen. Dus toen GroenLinks, de ChristenUnie en D66 bij ons kwamen met een vrij uitgewerkt A4'tje, waarop al deze Catshuisplannen gewoon nog prijkten, toen heeft de Partij van de Arbeid één voorwaarde gesteld. Eén voorwaarde. De voorwaarde om die plannen zo aan te passen dat de pijn eerlijk werd verdeeld. Pijn die onvermijdelijk is bij dit soort bezuinigingen, maar dan wel eerlijk delen over alle Nederlanders. Waarom zou een politieman met een gezin in een huurhuis volgend jaar €150 per maand moeten inleveren en gaat de consultant met een salaris van €150.000 en een koophuis ongeschonden het jaar door? En wij wilden dus weten of het mogelijk was om het door ons zorgvuldig gesloten pensioenakkoord te behouden en niet te verkwanselen voor een lauzie €100 miljoen volgend jaar. Door opeens de pensioenleeftijd al in 2013 op te trekken en niet in 2020, zoals we zorgvuldig hebben afgesproken. Daarmee blaas je een langdurig bediscussieerd compromis op. En veel erger, je jaagt een 62-jarige bouwvakker met prepensioen rechtstreeks de bijstand in. En dus vroegen we of de forse btw-verhoging die er inhakt bij mensen die het toch al lastig hebben bij het doen van de dagelijkse boodschappen en die bij MKB'ers een dreun bezorgt, of die op zijn minst dan deels kon worden vervangen door van de hoogste inkomens en de hoogste vermogens een extra bijdrage te vragen. Het bleek allemaal niet bespreekbaar. De partijen hoorden onze wensen en besloten met 77 zetels een andere richting in te slaan. Over het hoe en waarom daarvan is de afgelopen dagen veel gesproken. En er zal nog vast veel over gesproken worden. Dat is niet nodig wat mij betreft. Het antwoord kennen we namelijk sinds donderdagavond. Het Kunduzakkoord. Met nog steeds die nullijn voor onze frontlijnmedewerkers. Met die plotselinge verhoging van de pensioenleeftijd zonder compensatie voor mensen die lang hebben gewerkt voor een laag inkomen. En die forse btw-verhoging. Aangevuld met grote bezuinigingen op de zorg voor meer dan €1,6 miljard. En een onbestemde bezuinigingspost van €1 miljard op de zorg, op het onderwijs of op allebei. Een akkoord dat notabene minder offers vraagt van de hoge inkomens dan het rechtse Catshuisakkoord. En een akkoord dat als klap op de vuurpijl de regelingen afschaft om oudere werknemers aan een baan te helpen of te houden. Ik herinner me nog dat ik tijdens mijn campagne om het partijleiderschap trots sprak met Henk
inmiddels een werkloos vrachtwagenchauffeur van 53. En ik vertelde hem over wat de Partij van de Arbeid allemaal voor elkaar had gebokst om zijn kansen op een baan te vergroten. En ik beloofde hem te strijden om die regelingen allemaal te behouden. En ik ga die belofte niet breken. Maar de Koenderspartijen willen wel van die regeling af. Net zoals dat ze van het pensioenakkoord af wilden. En van een fatsoenlijke salarisstijging voor een politieagent en ander overheidspersoneel. De Koenderspartijen kiezen voor een totaal andere aanpak van de problemen in Nederland dan waar de Partij van de Arbeid voor staat. En ze hebben daarvoor de meerderheid. Dat mag. Dat is democratie. Maar wat mij betreft kunnen alle partijen dan ook ophouden met het zoeken naar andere excuses waarom het zo is gelopen. Het is precies zoals Arie Slob zelf zei in een interview op nu.nl. We hebben de Partij van de Arbeid er niet bij gevraagd, zei hij, want die hadden hele andere plannen. Ze denken bijvoorbeeld heel anders over zorg. Precies, Arie, dat klopt. Wij willen van de marktwerking tussen zorgverzekeraars af. Wij willen de regie in de zorg weer in publieke handen geven. Zorg dicht bij mensen organiseren. Een einde maken aan de volume-explosie van winstgevende behandelingen. En zo kosten besparen. En de Koenderscoalitie kiest voor de idee fix van kostenreductie door meer marktwerking en meer winstuitkeringen. En dat is dus gewoon een diametraal andere visie. Die mogen partijen hebben. Maar verwacht dan niet dat de Partij van de Arbeid tekent bij een kruisje van het akkoord dat rechts afslaat. En natuurlijk, dames en heren, er staan ook mooie afspraken in dit akkoord. Het terugdraaien van een aantal akelige bezuinigingen van Rutte is een goede zaak. De vergroening van de economie is een goede zaak. En ik complimenteer dus de partijen met die verbeteringen. En we zullen dat steunen, in en buiten de Kamer. Maar dat kan helaas niet verbloemen dat het akkoord voor 90% een voortzetting is van het gedoogakkoord uit 2010, aangevuld met akelige bezuinigingen uit het katshuis. En de meest schrijnende van allemaal, de bezuiniging op de sociale werkvoorziening, die blijft dus gewoon staan. En dat bleek donderdagavond in het debat. En ja, ik hoor het, dat is een teleurstelling. Want het had anders gekund. Kijk naar onze ideeën. Maar het maakt me vooral strijdbaar. Want zolang die maatregelen uit het pakket niet zijn uitgewerkt en zijn aangenomen, en 90% van de maatregelen zal dat pas na de verkiezingen van 12 september 2012 zijn, zolang dat allemaal nog niet gebeurd is, bestaat de mogelijkheid om verkeerde maatregelen ten goede te keren. En wij zullen iedere kans grijpen om ervoor te zorgen dat het oplossen van de financiële problemen op een eerlijke en verantwoorde manier gebeurt. En wij weten wat we willen. Beste mensen, wij weten wat we willen. En dat brengt me terug op de reden waarvoor wij 3 weken geleden deze politieke ledenraad uitschreven. Onze keuzes voor de toekomst van Nederland. Keuzes die een antwoord geven op de financiële problemen van de overheid. Zo toont de doorrekening van het Centraal Planbureau afgelopen donderdag gewoon aan. Maar onze plannen gaan uiteindelijk over veel meer dan percentages, financieringsschuiven, plussen of minnen. Onze opdracht voor de toekomst van Nederland is veel meer dan een financieel vraagstuk. De kracht van Nederland en het vertrouwen van Nederlanders is niet gebaseerd op de omvang van de staatskas, maar op de zekerheid van werk, op veilige straten, op betaalbare woningen, op goede scholen, een bereikbaar ziekenhuis en een betrouwbare energievoorziening. En het zijn deze voorzieningen die de basis vormen voor de maatschappelijke ladder waar langs iedereen omhoog klimt. Wie deze basis verwaarloost, ondermijnt de verheffende en verbindende kracht van een samenleving. En onze plannen zijn bedoeld om die basis, die ladder, te herstellen. En daarmee het vertrouwen in de kracht van Nederland terug te winnen. En dat kan dus niet, dames en heren, door krampachtig vast te houden aan het bestaande. Dat vraagt in deze tijden om hervormingen, om moeilijke keuzes. En op 7 terreinen, arbeidsmarkt, zorg, onderwijs, wonen, veiligheid,
onze energievoorziening en uiteraard die vermaledijde financiële sector. Op die 7 terreinen durft de Partij van de Arbeid nieuwe keuzes te maken en doen we nieuwe voorstellen. Om zo die ladder en daarmee het vertrouwen in de kracht van Nederland te herstellen. Voorstellen die zowel recht doen aan de noodzaak tot verandering als aan de behoefte aan zekerheid. Juist in onzekere tijden moeten wij de brug slaan tussen het bieden van zekerheid en de noodzaak tot verandering. En wie doorslaat naar een van beide, die bedient wellicht groepen in de samenleving. Maar bewijst de samenleving als geheel uiteindelijk geen dienst. Beste mensen, de Partij van de Arbeid is de partij die continu op zoek is naar dat evenwicht. We veranderen wat nodig is op de arbeidsmarkt door de ontslagvergoeding in te zetten om sneller van baan naar baan te komen. In de zorg door af te stappen van heilloze marktwerking en de regie van zorg weer in onze handen te geven, in onze eigen publieke handen. In de financiële wereld door nuts- en zakenbankieren te scheiden, door Europees bankentoezicht in te stellen en door de bonussen af te schaffen. En op de woningmarkt, door de hypotheekrenteaftrek weer eerlijk te maken. Door de overdrachtsbelasting af te bouwen en mensen met een hoger inkomen wat meer huur te laten betalen, om zo de woningmarkt, huur en koop, vlot te trekken. En we bieden ook zekerheid. Zekerheid waar daar behoefte aan is. In het onderwijs, door de beste leraren voor de klas te krijgen en ze dus ook beter te betalen. En door meer aandacht voor vakonderwijs, rekenen en taal. En op de arbeidsmarkt. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in die sociale werkvoorziening, jonggehandicapten, gewoon weer de zekerheid te geven dat ze een baan en hun zelfrespect mogen behouden. Op straat. Door de veiligheid van onze wijken en buurten weer tot onze absolute prioriteit te maken. Door politieagenten in de frontlinie beter te betalen. Meer ogen op straat te organiseren en eerder in te grijpen. En zekerheid voor onze kinderen en kleinkinderen. Door een verduurzaming van onze energievoorziening in 2050 wil Nederland, wil de Partij van de Arbeid voor de volle 100% een duurzame economie zijn. En dit is slechts een greep uit onze plannen. 7 thema's, 55 keuzes. Als u goed telt komen ze vast tot 77 inmiddels. Ik graag straks zometeen graag met u in gesprek daarover. Partijgenoten. 3 weken geleden presenteerden we al deze plannen en maakten we deze keuzes. Omdat wij verder willen met Nederland. En dus ging ik met die keuzes in de hand afgelopen week de gesprekken aan met andere partijen. Bereid om tot een gezamenlijke oplossing uit de crisis te komen. En dat is niet gelukt, zoals ik al schetste. Men sloeg met 77 zetels liever een andere weg in. Maar dames en heren, hoe onze wegen ook lopen, wij komen elkaar allemaal tegen. Op 12 september bij de kiezer. En Nederland krijgt dus nog een kans om echt een nieuwe start te maken. Om te veranderen in de goede richting. Van een land waarin het steeds meer ieder voor zich was de laatste tijd, naar een land waarin we elkaar samen sterker maken. Van een land waarin de hyperflexibele arbeid maar alsmaar oprukt, naar een land waarin een goede baan met goed loon en bijbehorende zekerheid gewoon weer de norm wordt. Van een land met stijgende inkomensverschillen en groeiende armoede, naar een land waarin we van de sterkste schouders de zwaarste lasten vragen en zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Van een land van groeiende onzekerheden en onbehagen naar een land van optimisme en vertrouwen. Dat is het land waar wij voor strijden. In de Kamer, buiten de Kamer. Voor verkiezingen, na verkiezingen. Als de wind in de rug blaast en als het tegen zit. Door samen te werken met anderen als dat mogelijk is. Door een streep in het zand te trekken als dat moet. Dat heb ik de afgelopen weken gedaan als uw nieuwe partijleider. Dat wil ik de komende maanden gaan doen als uw lijsttrekker. Dames en heren. Ik ben het nog niet. Een mooi applaus en nog geen 100 handtekeningen. Die worden zo ergens gecollecteerd.
komt zo. Dames en heren, die verkiezingen komen eraan. En met deze plannen in de hand wil ik met u, zaal voor zaal, café voor café, deur voor deur, gesprek voor gesprek, zoveel mogelijk mensen overtuigen dat zij, samen met de Partij van de Arbeid, samen met ons, een nieuwe start voor Nederland kunnen maken. Ik dank u wel.